Nog één keer vanuit een ijskoude studio in Amsterdam-Noord. De premium. Nee, de premium. Ja, nee, het is wel premium. Het is gewoon de piepshow. Volgende week, als alles goed gaat, dan zitten we in een andere studio. En met een verwarming. Met een verwarming, inderdaad. We gaan zo upgraden. Ongelooflijk. Het wordt een één groot feest. Maar we doen gewoon nog netjes een piepshow. Want je weet dat we maken 365 dagen per jaar content. Dus of er nou wel of niet de verhuizing is. Je kan gewoon elke dag 2 video's kijken. Ja. 4 onderdelen heb ik, als het goed is. En we beginnen even met ergens medio vorige week kwam het bericht dat PlayStation opdracht had gegeven aan de winkeliers, de retailers in de UK, oftewel Engeland, om de PlayStation Now cards uit de winkels te halen. Wat is een PlayStation Now card? Ja, dat is eigenlijk gewoon, als jij PlayStation Now wil, dan kan je dus kan je games, dat is een beetje Game Pass-achtig. Daar betaal je geld voor en sommige mensen doen het gewoon online meteen, betalen credit card. Maar sommige mensen willen dat niet en die halen dan zo'n card in de winkel. Zo'n gift card. Een soort gift card. Ja. En dat moet voor de 21 januari eruit. Dezezelfde mededeling is een tijd geleden al in Amerika gedaan. Dus ook daar zijn die cards niet meer in de winkel te krijgen. Nou, dan is natuurlijk, ja, ze doen het niet voor de kat's kut. Ze doen het ergens om. En veel mensen zeggen nu, let op, binnenkort, en wie weet al in februari, want het gerucht gaat dat er in februari een State of Play komt, wordt aangekondigd de nieuwe PlayStation Now / PlayStation Plus, whatever hoe het ook heet, subscription service van PlayStation. Die dus heel veel duurder gaat zijn dan een PlayStation Now, want anders konden ze die kaarten nog wel gebruiken. Ja, het ding is, PlayStation, zoals altijd, dan zijn natuurlijk gewoon weer nette journalisten die vragen aan PlayStation, wat is er aan de hand? En dan krijg je een soort van vaag ontwijkend antwoord, dat het een soort van strategie is, dat het uiteindelijk ook in de online shop verkrijgbaar is. Dus waarom zou je het dan in de winkels? Er zit natuurlijk wel degelijk een reden achter. En er is al wel wat naar buiten gekomen over die, ja, noem het dan maar even een alternatief, het Sony alternatief voor de Game Pass, namelijk dat het verschillende subscription models met verschillende prijzen zouden zijn, waarbij de goedkoopste je toegang geeft tot online gamen en de duurste geeft je heel veel back catalog en bijvoorbeeld ik ben de naam even kwijt hoor, maar ze hebben ook laatst een anime abonnement, een bedrijf overgekocht wat allerlei anime series online zet, weet je, nou dat krijg je dat er ook bij. Goedkope kut content. Nou ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk, hè, van maar ik denk namelijk echt deze hele platformoorlog is natuurlijk in feite een contentoorlog. Dus zeker. Als je kijkt naar Netflix versus Amazon Prime versus Disney Plus, weet je, dan is er een nieuwe Boba Fett-serie en de hele stad hangt vol met posters. Dat je ziet gewoon van ja, het gaat en het valt en het staat met content. Ja. En dat vind ik nou zo interessant bij Sony, dat Microsoft heeft eigenlijk vanwege hun eigen zwakte bot, namelijk dat ze niet zoveel content hadden, eigen content, hebben ze al die deals gesloten, hebben ze al die shit. En Sony zo ontzettend op achterstand gezet. Want die moet nu ook al die deals gaan sluiten. Klopt. Ja, ik ben benieuwd of dat überhaupt gaat lukken. Ik denk niet dat Sony per se meer geld heeft dan Microsoft. Dat misschien andersom ook niet, hoor. Dat weet ik niet. Nee. Maar dat betekent wel dat de third party publishers, die zijn nu letterlijk spekkoper. Zeker. Figuurlijk spekkoper. Want die gaan, die kunnen die twee partijen tegen elkaar uitspelen. Voor die online prijzen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon twee partijen die allebei een aparte strategie hebben. Hè? Ik bedoel, Sony houdt voorlopig nog vast aan het model, het ouderwetse model. Je koopt een console en dan kan je erop gamen. Mm-hmm. En Microsoft heeft noodgedwongen op een gegeven moment gezegd, het maakt me geen reet uit waar je het op speelt, zolang je maar mijn subscription model neemt. Ja. Het neigt er nu steeds meer naar dat laatste model, dus dat subscription model, dat het een beetje, ik ga niet zeggen de winnende hand is, maar dat daar meer, die race, die er gaat meer voorspoed heen. Ook omdat steeds meer games service games worden of free-to-play games, waarbij eigenlijk de partij zegt, het maakt mij niet uit waar je hem speelt. Als je hem maar speelt, ik hoef er nu geen geld voor. Ik verdien mijn geld wel aan MT's en NFT's en al die andere crap. En dat zie je dus. EA, die gaat zegt van, mijn games staan op de Game Pass. Ubisoft, die neigt erna om te zeggen, mijn games komen ook bij Day One, bij wijze van spreken, op de Game Pass. Andere partijen willen dat. En Sony zit een beetje in een heel moeilijk model. Dat model hadden ze natuurlijk, toen ze begonnen met het opzetten van de strategie, wisten ze nog niet van die vervelende corona shit. Je bedoelt het tekort, de chiptekort. Exact. Die niet zo heel veel met corona te maken hebben. Nee, dat klopt inderdaad. Mm-hmm. Mensen geven het daar een beetje op af. Er zijn heel veel analisten die zeggen ook van, jongens, we hadden dit zien aankomen. Die partijen hebben gewoon veel te lang op een lauweren gerust. Het komt wel goed, het komt wel goed, het komt niet goed. Het zat er aan te komen inderdaad, ja.
Sony is eigenlijk een beetje te grazen genomen daardoor. Die is daardoor verrast. Met als probleem, als bijkant probleem, de PlayStation 5 is zeer populair. Maar er is te weinig voorraad. Dus ze kunnen niet, ze kunnen het geld niet binnenhalen wat in de markt zit. Dat betekent dat ze het geld ergens anders vandaan moeten halen. En dus zijn ze nu op allerlei manieren. Hè, die PC-games die komen nu opeens wat eerder uit. En dus dat subscription model. En ik heb het gevoel dat hun traject wat ze van origine hadden nu opeens een beetje naar voren getrokken moet worden. Waardoor het allemaal een beetje haastig oogt. In één keer komt nu straks die hele make-over. Je hebt gelijk, Sony heeft wat films. Sony heeft heeft natuurlijk heel veel back-catalog. Maar dat wat Game Pass zo ontzettend interessant maakt, namelijk Day One Games. Maar ik weet niet of dat Game Pass nou zo interessant maakt. Het is wel, denk ik, voor heel veel mensen hetgene waarom ze het uiteindelijk overstag gaan. Zo van, oké, ik wil Forza kopen, nou weet je wat, doe maar Game Pass. En de rest is ook vet en vervolgens gaan ze helemaal diep in die materie en zien ze dat er ontzettend veel moois is. Ik bedoel, ja. Ergens moet een, net zoals Netflix heb ik genomen op een gegeven moment dat er een nieuwe serie, dat ik dacht van, oké, dit is nou de vierde nieuwe serie die ik wil zien. Fuck it, ik ga het doen en vervolgens ga ik ook al die back catalog kijken en nu kijk ik alles. Ja. Dat probleem hebben ze nu ook een beetje en het grappige is als Sony, je hebt helemaal gelijk, Sony moet nu dus die race aangaan met Microsoft. Maar die race kan je alleen maar met Microsoft aangaan als je all-in gaat. Dus dat betekent ook dat God of War Horizon op day one erin zit. Dat betekent ook dat je deals moet gaan sluiten met EA en Ubisoft om hun games op day one te krijgen zoals Rainbow Six Extractions. Want mensen klagen daar wel over. De PlayStation bezitter heeft iets van, hey, wacht, mijn maat heeft een Xbox en die kan dus Rainbow Six straks gratis spelen en ik moet daar €70 voor betalen? Ja. Nou, dan neem ik wel een Xbox, weet je wel. Maar ik vraag me af in hoeverre, want ik ja, dat weet ik dus ook niet, maar Goed, kijk, in het begin van Game Pass waren we sceptisch erover, omdat we zoiets hadden van, zeker? Ja, dit businessmodel werkt alleen als je echt heel, heel, heel erg veel mensen kunt onboarden. Ja. En nou goed, of het er na 20 of 25 miljoen zijn die Xbox inmiddels binnen heeft gehaald. Het is bij lange na niet genoeg om te betalen wat Game Pass eigenlijk zou moeten zijn. Ik weet zeker dat als Microsoft meer geld in Game Pass steekt, dan waren er meer titels, was er gewoon veel meer te spelen geweest. Ja. Niet dat het nu slecht is, maar het zou veel meer kunnen zijn. In die concurrentiestrijd met Sony zometeen worden die partijen gedwongen om meer content in te kopen. Want Je moet iets hebben wat de ander niet heeft, enzovoort, enzovoort. Zeker. En je gaat dus aan de ene kant ga je een soort race naar de bodem inzetten. Want je moet meer bieden voor minder geld. Want anders kun je niet concurreren. Mm-hmm. En aan de andere kant ga je marktaandeel verliezen aan de concurrent. Als er meer concurrenten komen. Dus ja. Iedereen weet aan het eind van de tunnel eentje gaat winnen. Net als dat iedereen weet van Amazon kan doen en laten wat ze willen. Disney ook. Maar Netflix is en blijft de grootste. En die gaat dat winnen uiteindelijk. Zo ga je zo meteen zien hier dat een van de twee gaat winnen. En de andere is echt, die gaat het water tot aan de lippen staan. En het grappige is, bedoel, als je mij dit 2 jaar geleden of 3 jaar geleden had gevraagd, stel nou, die gaan allebei tegelijk beginnen met een subscription model. Dan had ik blind gezegd, PlayStation kan dit winnen. Omdat ze hebben de goodwill, ze hebben de gamers, ze hebben de games, first party. Maar ze hebben natuurlijk zijn alles kwijt aan het raken. Ja, dat vind ik het enge. Ze zijn ontzettend veel goodwill kwijtgeraakt bij The Last of Us 2. Mm-hmm. En hun politieke insteek in videogames. Ja. Ik bedoel, je kunt ervan vinden wat je vindt. Maar er is een generatie van iets oudere gasten die van shooters houden, die vroeger al Xbox-fans waren. Die zoiets hadden, nou, fuck deze shit. Mm-hmm. Weet je, ik wil niet twee lesbische chicks tijdens een zombie-apocalypse een ruzie maken over een broodje ham. Ik ga lekker op de Xbox spelen. Dus daar is Sony goodwill kwijtgeraakt. Aan de andere kant merk je gewoon, Sony is heel veel goodwill kwijtgeraakt met het niet voorhanden hebben van de console. En de mensen die een PlayStation 5 in huis hebben gehaald, ja, die zitten eigenlijk te wachten op content. Terwijl Xbox wel met content komt. Ja. Het moet wel je content zijn. Dan ben ik met je. Ik bedoel, als je niet van Forza houdt, ja, niet van Halo. Nou, dan ben je op de Xbox ook niet snel uitgekeken. Ja. Dus zoveel is het nou ook weer niet. Maar ja, op de PlayStation komt echt nagenoeg niks. En dan heb ik gewoon zoiets van, ja,
Het kan spannend. Kijk, PlayStation heeft nog altijd een paar gouden franchises in huis. Mm-hmm. Als zij zometeen met een goede Uncharted komen, met een goede The Last of Us komen, met een hele vette God of War, Gran Turismo. Daarom, weet je, ja. Dat soort dingen, weet je. Ik bedoel, en als dat gewoon een beetje snel achter elkaar komt, ja. Nou, dan pakken ze echt wel die markt terug. En als dat titels worden die op PlayStation PlayStation Pass uitkomen, ja. Dan bij day one, ja, dan gaan ze markt dan heel pakken. En toch zie je nu, en ik bedoel, ik denk dat de vergelijking met de televisiebusiness of de serie business, als je kijkt Netflix, Hulu, Disney, Amazon, die zijn ook allemaal die strijd. En wat je nu ziet is ten eerste dat de inzet of het geld wat ze moeten investeren in nieuwe content wordt steeds hoger, want ze moeten nog grotere series bakken met nog meer, nog vetter, nog groter, nog duurder. Ja. Om maar steeds die mensen bij zich te houden, want net, ik denk dat ik net hetzelfde doe als heel veel andere mensen, namelijk ik hop van de ene service naar de andere. Dat ga je hier ook krijgen. Maar gamers hebben dan toch ook zoiets van, kijk, Sony met heel veel dingen, er is een soort van nieuwe ontwikkeling. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen. De ene van is subscription model. Andere is bijvoorbeeld free-to-play is een ontwikkeling. Dan heb je nog een keer dat, hoe noem je dat nou? Cross-console, weet je? Dat jij tegen je Xbox-vrienden kan spelen op je PlayStation, ja, je PC. Crossplay. En al die dingen, eerst zegt Sony nee, dat doe ik niet. En dan vervolgens worden ze toch min of meer gedwongen om het wel te doen, omdat de rest eigenlijk allemaal al om is. En dat gamers iets hebben van, ja, maar als jij het niet doet, dan ga ik gewoon weg. Ja. En dat er steeds maar achteraan lopen. Er komt een moment, bedoel, ook bij Netflix versus Disney, als dat gelijktijdig begint, dan denk je ook, ja, de Disney natuurlijk, of Amazon met Netflix. Ja, de Amazon. Nee, Netflix heeft nu zo'n voorsprong dat daar zitten de vaste mensen. En Disney, ja, die heeft het best lastig nog om daar een wicht te drijven. Maar het interessante is, al die partijen die voorsprong hebben hem gekregen vanuit een achterstand. En dat, daar heb je gelijk. Dus dat hele ding, zeker. De wet van de remmende voorsprong, ja. Dat zie je heel erg in die gamesindustrie. Dus PlayStation heeft met de PlayStation weer echt huis gehouden. Dat was een fantastische generatie. Nou, en vervolgens zijn eigenlijk de mensen die dat hebben neergezet, die zijn weggegaan. En daar zitten nieuwe generatie managers en die hebben zoiets van, ja, maar dat ging toch allemaal vanzelf. Die positie, die houden wel. Nou, vervolgens niet dus. En zie je dat de innovatie bij Xbox vandaan komt. Ja. En straks is dat weer omgekeerd. En net als bij Netflix en Disney. Ik bedoel, Disney zal het moeilijk krijgen als ze al die content hebben. Nou, dan gaat straks iemand aangenomen worden die heeft zoiets van, ping, misschien moet het op een andere manier doen. Ja. Boom, en die pakken die hele markt weer terug. Dus je vanuit de achterstand komt innovativiteit, innovatie. Mm-hmm. En dat daarmee bereik je weer nieuwe fases. Maar mensen wachten natuurlijk op het antwoord. Mensen wachten ik heb liefde voor PlayStation. Ik heb er, weet je wel, PlayStation 3, PlayStation 4. Ik wil het liefst trouw blijven. Wat is jullie antwoord op? Want iedereen ziet wat Microsoft doet. Iedereen ziet wat Nintendo doet. Maar het gaat niet meer gebeuren. Dit is een verloren. De PlayStation 5 is een verloren console-generatie. Ja, maar waarom? Omdat een console over het algemeen 7 jaar gaat die mee. Dan komt er een nieuwe. Ja. We zitten al 2 jaar in de levenscyclus van de PlayStation 5. Ja. Die shit ligt niet in de winkels. Nee. Er zijn geen games. Nee. Dat is, we zitten op 30% van het leven van die PlayStation 5. Nee, er zijn geen games, er zijn geen consoles. Dat is geen console. Dus is toch, ja, nee, het is dood. Het is dood. En waar Microsoft het net zo moeilijk heeft met Xbox, hebben ze het niet net zo moeilijk met Game Pass. Dus Game Pass is eigenlijk in het vacuüm gesprongen van het ontbreken van PlayStation 5's en Xbox Series X's. En ze zijn eigen dingen gaan doen. Ik denk dat wel voor een deel ook geluk was. Ik denk dat niet zij de chiptekorten zagen aankomen. Nee. Ze moesten wel gewoon op die manier. Zij zijn ook vanuit die achterstand gaan redeneren. En hebben toen Game Pass bedacht. En misschien een beetje simplistisch, omdat ze zoiets hadden van, ja, maar dan gaan we de Netflix van de videogames worden. Whatever. Ik bedoel, Google had dit ook kunnen verzinnen, maar die kan het niet. Nee. En nu zie je gewoon dat Microsoft heeft gewoon op de juiste plaats, op het juiste moment. Waar ik aan twijfel is, ik snap dat er een antwoord moet komen op Game Pass. Een of andere vorm. Maar de vorm, en we weten het nog niet, maar die
de geruchten over gaat, namelijk dat je verschillende tiers krijgt. Ik vind sowieso een subscription, ik vind het zo'n moeilijk woord, abonnement, met verschillende tiers vind ik altijd fucking verwarrend. Ik bedoel, nou, maar het is dom, het werkt niet. Het is, weet je, Spotify heeft dat geprobeerd, Netflix heeft dat geprobeerd, en dan kun je 4K streamen, en dan kun je met 5 mensen kijken in plaats van 4. Exact. Who cares, man? Het is of een abo, of niet. Of misschien twee, dat je een Ultimate hebt, wat heel duidelijk een verschil is. Zoals de Game Pass heeft gewoon Game Pass en Game Pass Ultimate. Dan inderdaad met de PC erbij. Dat snap ik allemaal nog wel. Maar al die tiers met, bij de ene krijg je alleen maar online. Dan krijg je er eentje met een dit soort back catalog. En dan nummertje 3 heb je nog meer back catalog. En nummertje 4 krijg je ook nog de films erbij en de anime. Ik weet het niet, man. Ik weet niet of dat het antwoord is op wat er op dit moment gaande is. Namelijk dat er gewoon op day one splinternieuwe games gewoon voor een heel voordelig bedrag speelbaar zijn. Dat nou, is wat het is. Want het is gewoon feitelijk gewoon nog steeds PlayStation Now. Maar het is ook zometeen een bron van gezeik. Want wat je natuurlijk, ja, zodra je dit gaat doen, een soort van verschillende modellen of verschillende abonnementsvormen invoeren, ja, dan is het een kwestie van tijd voordat iemand bedenkt van, nou, je mag, Ubisoft zegt dan bijvoorbeeld, nou, je mag mijn nieuwe Assassin's Creed game best wel erop zetten, maar dan wil ik dit bedrag voor hebben. En dan zegt Sony, oh, als je zoveel ervoor wil, ga je in okay, tier 3. Dan ga je in tier 3, waar mensen 24,95 ja, in de maand voor moeten betalen. Nou, dat ga je krijgen. En dat wordt een niet aflatende bron van online gezeik en ja, negativiteit gericht op Sony. Want iedereen die tier 2 heeft voor 14,95, die heeft zoiets van, waarom kan ik voor 14,95 niet die game krijgen? Moet ik een tientje meer betalen? Terwijl ja, ik bij Xbox wel de whatever, weet ik wel wat voor vergelijking, die Sony steeds weer gaat verliezen. Ja. Want ze staan op achterstand. En dat betekent dat ze gewoon echt met geld moeten smijten om, ja, dat, om die achterstand in te halen. En ja, dat gaat afgewikkeld worden op de exact, consument. En de consument gaat daar boos over worden. Het is heel lastig. Ik spring even vooruit naar de PlayStation 4. Want waar de Xbox One afgelopen maand, er werd aangekondigd dat dat uit productie gaat. Dus Microsoft gaat ze niet meer maken. Dat wat je nu nog in de winkels kunt zien is de laatste voorraad. Heeft PlayStation, die dat oorspronkelijk wel wilde gaan doen, heeft nu gezegd, we gaan toch nog minimaal 1 miljoen PlayStation 4's maken. Met als reden natuurlijk dat die PlayStation 5 ligt zo moeizaam in de winkel. Waardoor ze moeten nu die games gaan uitbrengen. Dus Horizon die komt uit. Gran Turismo komt uit. Er komt nog een God of War Ragnarok uit. Ze weten gewoon, we gaan maximaal 14, 15 miljoen verkochte PlayStations hebben. Daar gaat niet iedereen van gaat die game kopen. Dus dan moeten we ook maar al die mensen zien te pakken op de PlayStation 4. Die speciaal voor deze games een PlayStation willen komen. Dit is niet volgens planning. Maar ja, ze kunnen weinig anders. Ja. Ja, nou ja, het is logisch dat ja, het gebeurt. Het geeft maar weer aan wat een absurde tijd we inleven. Ja. Ik bedoel, volgens elk model wat Sony had, zouden ze nu de PlayStation 5's echt de markt in moeten pompen gewoon. Ja. Misschien zaten we al wel aan onze eerste prijsverlaging. En ja, we zijn daar lichtjaren van verwijderd. En, ja, hebben ze nou ook voor een deel, kijk, we zijn er wel kritisch over, maar af en toe denk ik ook van, Microsoft heeft ook wel een bepaalde mazzel bij de tijdperk waar we de laatste 2 jaar in leven, met al die schaarste en nog eens een keer de lockdowns, met de handel die niet meer heen en weer kan. En bam, ze hebben het antwoord. Namelijk, je kan het ook via de PC spelen, je kan het straks ook via xCloud spelen, je hebt de Game Pass, weet je wel. Het antwoord is eigenlijk perfect voor deze tijd. Je kan heel veel spelen met heel weinig betalen. Mensen hebben allemaal heel veel tijd over. En Sony zat aan dat oude model, wat gewoon goed draaide, en in één keer worden ze geconfronteerd met, ze kunnen de console niet meer verkopen. De gameprijs is opeens van 70 naar soms 80 euro. Nou, weet je wat ik heel interessant vind? Ze zitten echt in de hoek van de klappen. Ja, wat ik heel interessant vind is dat Sony heeft een vroeger, ja, toen had Sony zijn eigen productie. Die had eigen fabrieken, ja, alle tv's werden gemaakt in Sony fabrieken, deden alles zelf. Al die fabrieken zijn afgestoten. Ja. En nu wordt alles ingekocht. Ik bedoel, volgens mij, ik weet het niet eens, maar volgens mij zijn Sony televisies, daar zitten Sharp schermen in. En nou goed, enzovoort. Alles wordt geassembleerd en er wordt een Sony logotje opgeplakt, inclusief de PlayStation 5. Microsoft is juist de andere kant op gegaan. En die had op een gegeven moment productieproblemen met de allereerste Xbox. En zijn toen in Mexico, als ik het goed kan herinneren, een eigen fabriek aan het bouwen geweest. Die in principe klaar is. Waar Xbox'en gebouwd kunnen worden. Ja. En zij hadden zoiets van, zij zagen een toekomst waarin ze steeds meer hardware gingen maken. Je zag het ook met de Surface Pro. Zij hebben gewoon grote vraag naar chips en naar eigen
productie. En ik denk eerlijk gezegd, ik wil nou niet zeggen dat er meer of heel veel meer Xbox Series X gemaakt wordt in de winkel. Nou, maar ik zie ze wel ja, in de winkel liggen. Nee, afgelopen week lagen er gewoon in 3 mediamarkten, ja, lagen gewoon Xboxen. Dat klopt. Ik las volgens mij ook het bericht dat inderdaad Microsoft er op dit moment beter in slaagt om die flow gaande te houden. Er is minder vraag dan naar de PlayStation 5, absoluut. Maar de winkeliers zeggen, die flow is beter. Dus ze weten er meer te produceren vanwege inderdaad omdat ze alles zelf maken. Dus ze hebben gewoon de productie in de hand. En er is nog iets anders. Containerprijzen van China naar Europa en China naar Amerika zijn echt door het dak. Ja. Vroeger kost het $850 om een container te shippen naar Europa vanuit, ja, China. Tegenwoordig kost het $10.000. Ja, om maar even, dus die prijzen, ja, zijn ruim 10 keer over de kop gegaan. Ja. Als jij dus je PlayStations wil versturen naar Europa, dat is duur. En dat betekent dat je dus moet gaan concurreren met andere partijen die misschien bereid zijn om meer te betalen dan, ja, jij. Dat betekent dat er steeds minder binnenkomt. Omdat Microsoft een fabriek heeft staan in Mexico, mm-hmm, betekent dat ze het automatisch de Noord-Amerikaanse markt zonder al die containerproblemen kan bereiken. Ja. Maar ook Europa. Want de containerprijzen van Amerika en Europa zijn niet omhoog gegaan. Nee. Omdat die containers, sterker nog, die eindigen dus allemaal in Amerika. vooral in Los Angeles. Ja. Die worden opgepot door Amazon onder andere. Ja. Maar wat er voorhanden is, dat gaat gewoon zo snel mogelijk terug naar China. Want daar kunnen die prijzen, ja, worden. Nou, bij voorkeur via Europa bijvoorbeeld, weet je. Dus dan hop, ga je via Europa en dan gaat het door naar China. Als het niet aan de westkust van Amerika is. Dus, nee, de oostkust van Amerika, al die containers. Hey, dat is een kort tochtje naar Europa. Het is makkelijk. Het is wel veel wijsheid achteraf natuurlijk. Maar ja, dus zo nou, zie ze hebben gewoon geluk. Maar ik weet eigenlijk niet. Weet je, wat is dat? Wat ze over geluk zeggen? Ja. Het is voorbereiding meets, ja, opportunity, zoiets. Weet je? Uiteindelijk, ik heb toevallig weer The Big Short gekeken op Netflix. Die gast die dus inderdaad op een gegeven moment doorhakt. Hey, maar wacht eens even. Volgens mij moet die huizenmarkt in elkaar ploffen. Ik ga erop speculeren. Dat is ook weer zo iemand van de hele briljante geest. Die voorziet bepaalde ontwikkelingen in de markt. Ja. En de succesvolle die gewoon gaat als een trein. Geld komt allemaal binnen. Die is niet bezig met de toekomst. Die ziet die beren op de weg niet. Ja, it's all good, weet je. Want het komt toch wel goed. Nou, het komt dus op een gegeven moment niet goed. En PlayStation zit nu een beetje in die hoek. En ik merk, maar het is gevoel. Ik kan het niet bewijzen. Maar mijn gevoel is, worden elke keer weer met dingen geconfronteerd. Kut. Gaan we nu dit doen, weet je. Ja. Hop, komt er daar weer een soort van hapsnap-achtig iets wat dan snel in de markt moet worden gezet. Waardoor het niet helemaal lekker voorbereid. Nee, maar ja, dat is het hele ding. Van maar dan blijf je er achteraan lopen. Ja, maar preparation meets opportunity is geluk. Zij zijn en niet voorbereid. En ze hebben geen opportunity. Nee. Want ze worden alleen maar geconfronteerd met problemen. Dus problemen waar ze niet op voorbereid zijn. Dus nee. Sony loopt een ontzettende achterstand op. En in die zin, kijk, ik wil niet zeggen dat PlayStation Pass niet kan werken. Mm-hmm. Ik ben gewoon ontzettend sceptisch. Omdat net als bij Netflix, de partijen die later de markt in zijn, zeker, gekomen, hebben ontzettend veel moeite om de dynamiek van die markt te leren kennen. En je zag het, ja, heel goed bij Amazon Prime of Prime Video, of weet ik, mm-hmm, hoe het heet. Het duurde ontzettend lang voordat die app goed was. Bij, ja, Disney exact hetzelfde. Shit was super kut. En nu pas zie je dat er ook daadwerkelijk een beetje content bij Amazon komt, waarvan je zoiets hebt van, ja, oké, de moeite waard. Maar nog steeds een lichtjaar achterstand op Netflix. Nee. Pittige tijden dus. We blijven het in de gaten houden. Dan een opmerkelijke aankoop van Take-Two, dames en heren. Maar om het even goed in perspectief te zeggen. Take-Two heeft Zynga gekocht. Zynga is een ontwikkelaar van mobile games voor 12,7 miljard dollar. En kijk dan even terug naar ongeveer een jaartje geleden toen Take-Two Codemasters wilde kopen voor 1 miljard dollar. En toen onmiddellijk zijn pootje terugtrok toen EA zegt, nou dan bieden wij 1,2 miljard. En Strauss Zelnick zei toen van, ja, ik weet niet man, we zijn niet zo van de risicovolle uitgaven. Ze willen het allemaal rustig doen. Nou, 12,7 miljard dollar voor Zynga. Zynga, ja, heel veel mensen zal het niks zeggen, maar dat is van Farmville, allerlei van dat soort casual mobile games. Tot nu toe verliesgevend, dus ook dat nog een keer. Ze zijn op dit moment nog steeds verliesgevend. Ook ter vergelijking, Microsoft heeft Bethesda gekocht voor 7,5 miljard dollar. Dit is dus, ja, bijna twee keer zo duur. En wat je dan altijd ziet is natuurlijk dat de aandelenhandel gaat daarop reageren.
En ik heb even, want jij wil het altijd een beetje in een wat verloop van tijd zien. Dit is 1 jaar. En je ziet dus van het zit netjes bij de 180. Gaat goed allemaal. En dan 1 keer bam. Kletst het gewoon scherp naar beneden. En dan 1,8. Dat is ongeveer een beetje waar je de tijd moet hebben. Inmiddels is het wel weer wat opgekrabbeld. Maar ze zijn 14% van de aandelenkoers kwijtgeraakt. Ja, waarom kwam dat? Mensen vonden het te duur. Het is een verliesgevend mobile game. Ze vonden het niet binnen het portfolio. Take-Two heeft daar geen ervaring mee. Kijk, je kunt je afvragen of die prijscorrectie naar beneden plaatsvond. Of dat Take-Two gewoon te hoog gestegen was. Ja, het was $6. Op het moment dat ze het kochten, was Zynga, de aandelenkoers was $6. Ze hebben hem gekocht voor 9,84. Dus ze hebben de €3,84 opgedaan. Mm-hmm. Een week voor, of 1 of 2 weken voor die $6, stond hij op $12. Dus Zynga bedoel je? Ja, Zynga. Dus sommige mensen zeggen het is te goedkoop. Anderen zeggen nee, ze hebben op het juiste moment ingestapt. Ik bedoel, wat ik het leuke vind, is dus dat Take-Two een paar maanden ervoor, of een jaar ervoor, Codemasters niet wil kopen voor 1,2 miljard. Want dat vinden ze te risicovol. En vervolgens voor $12,7 miljard... een mobiele developer kopen onder het motto, ja, dat is waar het geld op dit moment is. En daar hebben ze ook gelijk in. Weet je wat het ding is? Ze hebben het zelf al gezegd. Blijkbaar zit er minder risico aan die 12,6 miljard nu dan die 1,2 miljard vorig jaar. Ja. En de vraag is, hoe kan dat? Hoe werkt dat dan? Voor een bedrijf wat tot nu toe eigenlijk verlies heeft gelegen. 2021 97 miljoen verloren, geloof ik. Het jaar daarvoor hadden ze geloof ik iets van 200 miljoen verloren. Ze hebben een keer een jaar winst gemaakt, maar dat kwam omdat ze een hoofdkwartier hadden verkocht voor 600 miljoen. Ik denk ook dat ze wel winst hebben gemaakt in het jaar dat bijvoorbeeld de GTA uitkomt. Weet je, dat soort... Maar dat steekt toe. Ik heb het over Zynga. Ze kopen voor 12,7 miljoen. En wie weet, jij weet daar wel meer van. Ik vind dat altijd heel lastig bij al die start-ups. Hè? Of het nou om fucking Uber gaat. Of tegenwoordig heb je al die hippe boodschappenbedrijven die binnen 2,5 seconden je boodschappen brengen. Dat hoeft maar op de markt te komen. En hoppakee, daar hebben ze er weer een miljard. Je breekt je nek over de fietsers nu hier in Amsterdam. Van al die bedrijfjes die iets thuis bezorgen. En allemaal leiden ze verlies, weet je wel? Ja. En wat is dat dan dat jij daar... Ik zou daar nooit mijn geld in steken. Nou ben ik ook een hele slechte investeerder, want ik durf niks, maar... Nee, maar omdat het de gok is dat ze op een dag de grootste zijn. En heel veel van dat soort bedrijven, die calculeren gewoon in dat ze de eerste 5 jaar gewoon puur verlies draaien. Mm-hmm. Kijk, wat hier zo interessant aan is, is dat het is Take-Two niet te doen om Zynga wat winst maakt. Het gaat om de omzet van Zynga. En ik denk als zij 400 miljoen winst maken in een of ander jaar, dan of verlies leiden zelfs, dat is een van de twee. Maar goed, die omzet zal rustig tussen de 1 en 2 miljard zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat, kijk, Take-Two kan die omzet vervolgens optellen bij haar eigen omzet. Ja. En dat is waar die, waar eigenlijk de markt, mm-hmm, bedrijf op waardeert tegenwoordig. Het gaat om omzet. Ja. Want die winst, ja, god, weet je, dat is een beetje een fluïde begrip geworden. Mm-hmm. Helemaal omdat je weet niet hoe hun kosten zijn opgebouwd. Ik bedoel, voor hetzelfde geld geeft Zynga ontzettend veel uit de marketing, weet ik veel. En kan Take-Two dat veel goedkoper openen. Ze hebben al gezegd dat ze sowieso nu al 100 miljoen gaan bezuinigen. Dus daar gaan mensen uitgeflikkerd worden. En daarna willen ze nog een keer een herstructurering die ook een half miljard moet gaan opleveren. Maar luister, die 12,6 miljard die het kost om Zynga te kopen, die gaat Zynga op de balans krijgen zometeen. Okay, En dat is allemaal leuk en aardig, maar dat bedrijf wordt gewoon leeg getrokken. En geld lenen is nu, want je ziet nu wel die rente, die gaat nu langzaam omhoog. Ja, maar niet voor dit soort bedrijven. Niet voor dit soort bedrijven. Kijk, dat is waarom er minder risico zit dan 12,6 miljard versus 1,2 miljard. Ja. Waarschijnlijk omdat zij gewoon tegen negatieve rentes of aandelen uitgeven. En je weet ook niet of dit een all cash deal is of dat het... Het is old cash / stock. Ja, de / stock. Maar het is... Je weet niet hoeveel. Het is nooit meer dan 20% cash. Dat geloof ik helemaal niks van. Dus laten ze 1,2 miljard hebben betaald voor... in cash. Nou, dat is niet zo'n probleem. En de rest is gewoon aandelen. Ik bedoel, het is een kwestie van naar de notaris gaan en een handtekening zetten. Wat je nu krijgt is, die aankoop hebben ze gedaan, dan hebben ze vrij snel daarna altijd een dat zal ongetwijfeld een Zoom-meeting zijn met aandeelhouders, om dan uit te leggen
zeggen van ja, ik ga 12,7 miljard dollar uitgeven. En de reden, een van de redenen waarom zij dus die aandeel omlaag ging, is dat veel mensen zeiden, ik vond er zat geen coherent verhaal achteraan. Geen strategie, wat willen ze nu? Natuurlijk, hij zei niet eens keihard trouwens van, we gaan een GTA Mobile maken. Want mensen verwachten dat. Van, hé, maar dat was een inkoppertje. Zeiden ze niet, weet je wel. Ja. Wat ook opvallend was. NFT's en de metaverse. Ja, maar dat is het ook. Van, ze, ja. dit bedrijf heeft net een nieuwe manager aangenomen. Singa dus, die specialist is in NFT's. Ze willen niet achteraan lopen. Strauss-Zelnick heeft al gezegd dat ze daarin geloven. Al dit soort dingen wat er nu aan gaande is. Het is zo allemaal soort... Ja, is het hap-snap, een soort van... Wij moeten ook wat hebben, want hier gaat het... Ja, maar dat is het. Dat is het gewoon letterlijk. Het is raar dat hij niet zegt van we willen NFT's in de metaverse. Ja. Want dat is precies wat dit is, weet je. Ja. Ik bedoel, tuurlijk kun je niet met GTA NFT's uitbrengen. Maar deze crap, die Farmville troep, daar kun je gewoon unlimited NFT's opzetten. Ja. Bovendien draait het op Facebook en weet ik veel wat voor huisvrouwen platformen ze nog meer allemaal gebruiken. Ja. En ja, dat klinkt toch als metaverse. Dat is toch een goed verhaal. Dus zometeen gaat hij met een presentatie komen. En ik zweer het je, die aandelen van Take-Two, die gaan van, wat is het, $140 nu. Die gaan één keer naar de $200 als hij zijn NFT metaverse verhaal had. Is dat voor jou ook een teken dat je als hardcore gamer, die houdt van een bepaald type games, je heil steeds meer moet gaan zoeken bij de wat kleinere ontwikkelaars en publishers die nog gewoon die games maken die wij willen spelen. Maar laten we eerlijk wezen, dit is, ik doe mijn eindejaars interview ging daarover. Ja. Het is, er is bitter weinig uitgekomen vorig jaar en dit jaar gaat niet anders zijn. Hardcore voor gamers, ons. Ja, voor hardcore gamers. Nee, voor hardcore gamers hebben het gewoon zwaar en wij moeten het hebben van de indie ontwikkelaars die nog wel hardcore shit maken en van de grillen van de grote AAA uitgevers die één keer in het 5, 6, 7 jaar nog een keertje met een fatsoenlijke game komen. We houden ook dit in de gaten. Aandeel is inderdaad wel weer een beetje aan het opkrabbelen, wat ook wel weer logisch is. Ik bedoel, een van de dingen is dat hij zei dat in 2023, 2024 komt er iets uit waardoor ze in één keer hadden ze daar een hele verhoogde omzet, waarbij iedereen zei, oké, dan zal wel GTA 6 uitkomen. Weet je, bedoel, er staat genoeg op de balans. Maar ik vond het een opvallende overname die eigenlijk niet zo heel goed past bij het voorzichtige karakter wat Take-Two had op dit moment qua overnames. Dan even, daar is die weer, de NFT. Ja, ik wil niet elke week 6 onderwerpen over hebben, maar het is echt een heet hangijs. Ik vind het ook heel leuk. Ik zag iemand die zei van blockchain, crypto, bitcoin, het is super populair en mensen zijn er best wel positief over van dit is een nieuwe ontwikkeling. Behalve in games, dat haat iedereen het. Die NFT shit. Dat is heel grappig om te zien dat daar... Maar wacht even, bitcoin en al die andere blockchain moet je lostrekken. Maar in ieder geval, dus dat monetaire, dat snappen ze. Maar dat in games iedereen... Misschien is dat nog de hardcore minority die dat vindt. Troy Baker, hij is de voice van The Last of Us Part 3. Joel Miller. Die heeft de woede van iedereen weer op zijn hals gehaald door te tweeten. I'm partnering with Voiceverse NFT to explore ways where together we might bring new tools to new creators to make new things. Dat altijd het gelul van we gaan nieuwe dingen maken voor nieuwe mensen, voor creators, zodat creators er beter van worden. And allow everyone a chance to own and invest in the IP they create. We all have a story to tell. You can hate me or you can create. What will it be? Nou, hij wil dus ook NFT's met stemmen gaan maken. Dus je kan een stukje stem. Weet je, ik bedoel, op een gegeven moment... er was nu ook al... En dat vind ik wel grappig. Er is een influencer, die meisje, die laat scheten in een glazen potje. Ja. En dan kan je kopen. En die wil dat nu ook als NFT. Farts in a jar. Farts in a jar en dan NFT. Dat die van je... Weet je, bedoel... Maar ik bedoel, waarom niet, man? Het gaat toch helemaal nergens meer over. Nee, het gaat helemaal nergens. Mensen worden helemaal lijp van die shit, weet je. Ik bedoel, ik krijg ook nu per week nu minimaal 2 mailtjes van partijen die willen sponsoren met NFT's. En we hebben allemaal zoiets van, ja, nee. Want donder op met die shit. We geloven er niet in. Dat is een beetje raar. Maar dingen ook is, kijk, we geloven er niet in. Het wil niet zeggen dat je er niet geld mee kan verdienen. Dat is wel vast. Maar het is... Weet je, als je die quote hoort hè, van Klaus Schwab van het World Economic Forum, zegt hij, you will own nothing and you'll be happy. Dat zijn NFT's en dat zijn NFT-gebruikers. Ze hebben niets en op een of andere manier zijn ze er ontzettend enthousiast over. En dat is het bizarre. Ik bedoel, ja, het trekt op dit moment ook zo ontzettend veel fout volk aan. Wat ik zeg van... Maar dat is altijd al zo in die crypto space geweest. Ja. Het is een aaneenschakeling van oplichters
En dat is wel jammer. Gelukszoekers en goudzoekers, ja. Dat is heel erg jammer. Want maar... het verdoezelt een beetje dat er waarschijnlijk ook best wel toffe manieren zijn om NFT's te gebruiken in gaming. Maar het draait nu allemaal om geld verdienen. Maar het enige doel is een of ander plaatje te hebben. En dat plaatje, dat koop je dan voor $50. En dat ga je verkopen voor $5000. En iedereen die echt, die komt gillend klaar als er iemand voor 5 miljoen dan NFT's heeft verkocht. En dan achteraf blijkt dat hij zijn eigen NFT's heeft gekocht. Weet je? Ja. Omdat het gewoon toch allemaal een scam is. En dat is dit ook weer. Ja. En daarom vind ik het zo naar. Kijk, als Bitcoin liefhebber vind ik het gewoon vreselijk. Mm-hmm. Wat daar gebeurt in die hele crypto NFT. Ja, je bent je alleen nog maar aan het verdedigen. Nee, maar het is ook gewoon een soort van alsof iedereen in die shit zit om rijk te worden, man. Helemaal niet, weet je. Het is gewoon, shit is fucking verschrikkelijk. Het zijn oplichters. Blijf er vandaan. Ja. Steek er geen geld in. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Nou goed, ongetwijfeld gaat het nog wel terugkomen, want iedereen duikt erop. Alle purposes. We gaan het zien het komende jaar. Ik eindig even met een leuk overzicht van de CEO's, de bazen in de gamesindustrie. Wat verdienen deze beste baasjes? Er is namelijk een top 10 uitgekomen. En daar gaan we gewoon even live doornemen. Ik zet hem even op F11. We beginnen met Lars Wingervors. Lars Wingervors van de Embracer Groep. Die verdient $162, $293.000. Dat is een salaris als $81 per uur. Dat vind ik dat is niet superveel. Het is een totale compensatie. Dus hij heeft ook geen aandelen verder of zo. Nee. Dat is voor een CEO is dat, denk ik, dat heel veel CEO's zouden zeggen, daar ga ik echt serieus mijn bed niet voor uitkomen. Maar goed, deze man, aan de andere kant kun je ook natuurlijk zeggen, de gewone man denkt $162.000 per jaar verdienen. Ik teken ervoor. Waar kan ik CEO worden van Embracer Group? Nou, en weet je wat het ook is? Dat is de Koch Media en dat zit in Zweden. Dus deze Lars Wingervors zal een Zweed zijn waarschijnlijk. Ja. En Zweden zijn gewoon wat bescheidener over het algemeen. Dan hebben we Claude Guillemot van de Guillemot Corporation. Ik denk niet Yves. Yves. €185.000 euro. En dat is $92 per uur. Vind ik ook nog redelijk bescheiden. Zou die dan ook nog aandelen hebben? Ja, natuurlijk. Want hij is aandeelhouder in die hele shit. Exact. Hij is ook aandeelhouder in Ubisoft. Dus daar verdient hij zijn geld. Ja, daarom dat zal bij Lars Wingervors. Ja, want daar kan hij natuurlijk een peperdure villa voor kopen. En dan zegt hij gewoon, ja, mijn aandelen staan daar. Dat kan ik altijd verkopen voor. En dan krijgt hij daar zijn hypotheek en zijn lening. En hier betaal je niet zoveel belasting over. Dit is allemaal hartstikke goed. Dan hebben we Hannes Wallin van Fractal Game. Nooit van gehoord. Maar toch €238.447 eurotjes. Dat is 119 euro. Kijk, nu wordt het leuk. Dan hebben we Adam Furugi. App Loving. Nooit van gehoord. Nee. €409.000 euro en $422. Dat is $204 per uur. Ja. Dat is alle leuke. Darcy Telion. Ik ken die bedrijf helemaal niet. Eastside Game. What the fuck is dat, man? €418.000 euro. Ja. Alak, die kennen we dan wel. Alex, Portchik. Die ken jij. Die woont in Nederland. Nou ja, ik ken hem. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar hij woont in Nederland volgens mij. Nou ja, dan heeft hij vast een leuke woning. Want met €419.000 euro jaarsalaris. Kan je net een gemiddeld rijtjeshuis kopen. Ja, als je het in één keer uitgeeft wel. Maar je kan er wel een behoorlijke hypotheek op krijgen. Ja. Dan hebben we Anton Goffin van Huge Games. Hij verdient ook Huge. €470.000 euro. Per jaar. Ja. Dan hebben we Rovio. Dat is meer online. Eerste vrouw. Ja, Katila Voranta. Volgens mij is dat een Fin. €535.000 euro. Hoe heet die game ook alweer? Met die vogeltjes. Angry Birds. Angry Birds. Even niet van. David Brabham van Frontier Development. €581.000. En die verdient hij terecht, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Want ik heb ook betaald voor Elite Dangerous. Jij hebt een deel van dit salaris is van jou. Ja, inderdaad. Heb ik zeker $50 aan bijgedragen. David Brabham is natuurlijk ook een legendarische game. Gun jij hem dit? Ja, hem gun ik het. Ja, hem gun je het. Oké. Dan gaan we naar Carl Gavers van Sumo Group. €685.495. Ja, nu wordt het echt al wel geld. Alhoewel de gemiddelde bankdirecteur... Ik ben niet onder de indruk, hoor. Nee. CEO-salarissen, dit is, en zeker Amerikaanse bedrijven... Digital Bros, Abram Galante en Rafael Garante. Allebei €712.000 euro. Dollar. Ja, Nacon, dat was vroeger Big Ben. €727.000. Ik vind het knap hoor, met die goedkope controllertjes. Ja, dat is knap. Dimitri Kosko van Motorsport Games. Nooit van gehoord van deze man. €737.000 euro. Dan komen we bij Yves Guillemot. Daar is die dames en heren. Bijna een miljoen. €925.000 per jaar. Moet ik wel zeggen, dat hij woont in Frankrijk. Ja. En hij betaalt het hoogste belastingtarief van Europa. De helft is hij kwijt. 60% volgens mij. Okay. Dus hij houdt er 4 ton aan over. Ja.
Dan heb je CD Projekt. Die geeft zichzelf in ieder geval goed geld. Marcin Iwinski. Het is namelijk ook zijn eigen bedrijf. Dan moet hij natuurlijk wel aan aandeelhouders aangeven waarom hij dit verdient. Maar dit doet hij 1 miljoen. Ja. Netjes. Dan heb je ook nog Adam Ciesinski. Die verdient net iets meer. Die heeft er namelijk, even uitgerekend, €21.000 meer bovenop gekregen. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Een raar verschil. Ja, dat is een raar verschil. Misschien is die ouder. Ik weet het niet. Nee. Dat maakt dan niet, maakt niet uit. Dan hebben we Atari, Frederik Chesney. Okay. 1,1 miljoen. Ook een Fransman, ook 60% belasting. Ja, ja. Frank Sagnier, dat is dan ook wel van Codemasters. Dat is in principe een Brit. 1,2 miljoen, now we're talking. Ja. Dan gaan we naar Andrew Day van Keyword Studios. Dat ken ik toch helemaal Keyword niet. Keyword Studios. Nou, 1,3 miljoen. Ja. Joshua Wilson van Skyplay ken ik ook niet. 1,6 miljoen, een enorme stap. Ongelooflijk. Turtle Beach. Nou, dat kennen we wel. Koptelefoons. Ja, 2,2 miljoen per jaar. Ja, ik denk ook dat hij... nou goed, het is gewoon veel geld voor die koptelefoons. Ja, Corsair. 2,7 miljoen. Corsair. Nou goed, dat is natuurlijk een hardware. Dat is niet echt een game ding, maar vooruit. Ja, dan gaan we naar Shuntaro Furukawa, de baas van Nintendo. 2,8 miljoen, dat is toch leuk? Ja. Alhoewel Tokio duur is. Ik ga ervan uit dat hij daar in ieder geval woont. Nee, zeker niet. Hij woont natuurlijk vlakbij Nintendo. Nintendo zit in Osaka. Ja. Dus, en dat zal iets goedkoper zijn. Ja, ja, nou, 1400 per uur. Dus dat is best leuk. Is okay. Hajime Satomi van Sega Semi. 2,9 miljoen. Hoppakee, weer wat erbovenop. Dan gaan we naar Yoshika Matsuma van Square Enix. 4 miljoen. Ja, nee, de Japanners verdienen goed. ik ben blij voor. Ja, gelukkig hebben we dan ook weer een Fransman. Stéphane Roussel van Gameloft. Die de Franse Belastingdienst anderhalf miljoen. Kijkt er ook zo bij. 3 miljoen zuur verdiende euro's. Ja, precies. Gameloft, dat is volgens mij ook veel social. Heb jij nog een eurotje van dan Jorgen Madsen Lindeman van Modern Times, nooit van gehoord. 4,3 miljoen, hartstikke leuk. Roblox, zo 6,7 miljoen. 6,7 met blokjes. De dollars vliegen je om de oren. Ja, bij absoluut. Roblox. GameStop, dat is dan die fucking winkel die bijna failliet is. Maar ja, goed, hij pakt toch even 7,6 miljoen. Dus als er nog wat gekort kan komen, dan kan deze man denk ik nog wel wat missen. Weet je wat wel, moet ik wel zeggen, in dat Roblox, GameStop, Amerikaanse topsegment. Ze zoeken daar vaak CEO's die ook veel verstand hebben van finance. Ja. Dus dat zijn vaak gasten die komen uit het bankwereld of echt de top van het Amerikaanse bedrijf. Die komen niet voor minder dan 6, 7 miljoen bij je werken, blijkbaar. Nee. Dus als je financiering nodig hebt op topniveau, dan moet je dit soort gasten inhuren en gewoon meenemen in je omzet. Even kijken, dan hebben we Nexon, een grote bedrijf. Owen Mahoney, dat gaat allemaal naar 8,3 miljoen, dames en heren. Het is een leuk jaarsalaris. Dan Glue Mobile, Nick Earl. Jezus. 8,6 miljoen. Dan krijgen we weer een dame, Demi Bestwick, doet het goed. Team Demi. 17, fucking Worms. 10 miljoen. Ongelooflijk. Jesus. Dat vind ik opvallend. Is er natuurlijk een bedrijf, volgens mij zitten ze in Ierland officieel. Ja. Ik ben benieuwd waar dat vandaan komt. Want ik weet dat zij dat Team 17 is ook gaan uitgeven. Het is ook een uitgever geworden. Maar ja, als je hoort wat zij doen, het is allemaal ontzettend marginaal. Dus dat... Bizar, hè? Ja, vind ik echt opvallend. Debbie Westwick. Maar misschien doet zij ook wel gewoon de schoonmaker bij en andere dingen. Ik denk dat zij voornamelijk de relaties met de investeerders onderhoudt en daar heel goed in is. Nou, goed. Min Liangtang van Razer, de muizen. Ook 10 miljoen. 10 miljoen, 10,5 miljoen. Ja. Hartstikke leuk. Dan ik moet zeggen dat Razer maakt natuurlijk vette producten. En Amerika is het super groot. Ja. Take Jin Kim. 15 miljoen per jaar gaat hij pakken van NCSoft. Ook wel een groot bedrijf, hoor. Ja. Dan, daar is die Strauss-Zelnick. 18 miljoen. Ja, take two. Nou, waarom niet? Waarom niet? John Riccitiello van Unity. 22 miljoen. Ja. Nah. Inderdaad, daar hebben we Frankie Bo. Hij is van Zynga. Hij is dus overgekocht door Strauss-Zelnick. Dus Strauss-Zelnick verdient 18 miljoen. Maar hij heeft nu Frankie Bo van Zynga gekocht. Maar die moet ik geloof, ik zei je eerlijk gezegd, ik geloof deze cijfers niet helemaal. Nee? Hier zit, ik bedoel, deze man met zijn 32 miljoen per jaar, daar zit iets anders achter. Dus dit is een, weet ik veel, misschien is een contract afgekocht of weet ik veel, is dit met de bonus van de overname, whatever. Ja. 32 miljoen, dit is geen normaal salaris. weet je waarom ook? Kijk, dat Zynga, dat zit, waar zit Zynga? Ja. Zit dat in Zweden? Volgens mij, ik dacht ook. Ik weet het niet. In de Noordic zat. Maar goed, je betaalt natuurlijk daar gigantische wat de belasting. Niemand doet dit. Niemand betaalt zichzelf tientallen miljoenen dollars uit. Het gaat allemaal in de vorm van compensatie, opties, aandelen, weet ik veel. In ieder geval iets via een belastingtruc, zodat je hier niet 15 miljoen belasting over betaalt. Nee. Nou ja, goed. Ik ga gewoon even uit van deze cijfers. Ik bedoel, maakt niet uit. Waar komen deze cijfers vandaan?
Dan moet ik even kijken. Ga ik even naar... Even kijken hoor. Games One. Ja, oké, okay, maar waar komen ze vandaan? Ja, dat zij het online hebben gezet, geloof ik wel. Maar... Ja. Moet ik een keertje uitzoeken. Okay. Andrew Wilson, EA, 34 miljoen. Het is inderdaad ook met stock en al dat soort opties. Elk jaar krijgen ze ook weer wat aandelen bij. Dat is wat total compensation. Dus daar zitten ook al die opties bij. Ja. En opties op aandelen hoeven niet direct verzilverd te worden. Dat betekent dat je gewoon in feite aandelen hebt. En als die aandelen in waarde toenemen, nou dan is jouw optiepakket dus ook. Ja. Die opties verlopen op een gegeven moment, soms wel, soms niet. In ieder geval, als je dat verkoopt, dan pas heb je dat geld. En dan pas betaal je er ontzettend veel belasting over. Desondanks denk ik niet dat hij de voedselbank hoeft. Nee, dat zeker niet. Nee, dan hebben we Andrew Paradise. Die leeft in Paradise. Van Skills, nooit van gehoord. 103 miljoen. Ja. We zijn nu in de top 3. Dat weet ik uit mijn hoofd. Andrew staat op nummer 1. Nee, we gaan nog gaan. Want wat we natuurlijk weten is, waar staat Robert Cottage? Ja. Daar is Robert, zo heet hij eigenlijk, maar wij noemen hem Bobby. 154.613.381 euro. Dat is 77.000 euro. Per uur. Dat is een beetje een raar rekensommetje wat je eigenlijk natuurlijk niet kan maken. Want het zijn aandelen die stilstaan en dat soort dingen allemaal. Maar feitelijk eventjes, dit is wat hij verdient. Ja, ik hoop ook dat hij snel eruit getrapt wordt. Ik heb begrepen dat er sprake van was. Oké. Maar ik snap wel waarom die wil blijven zitten. Ja. En dan op nummer 1. Nooit van gehoord, maar Playtika. Robert Antokol. 372 miljoen. We komen nu een beetje richting de salaris per uur. Staat er ook onder, data source van company filings. Dus dat gaat over een belastingaangiftes. Ja, hier heb je median employee. Wat is median? Dat is dan waarschijnlijk het gemiddelde wat ze dan betalen. Median is het gemiddelde minus de bodem en minus de top. Dus dat is eigenlijk zeg maar het gemiddelde salaris bij EA. Nou, niet gemiddeld, het is median. Oké. Nou ja, anyway, dit is natuurlijk een... Ja, ontzettend veel geld. Ik kan me niet voorstellen als je gewoon... Weet je hoe snel een uur gaat? Hap, 160.000 euro. Ja, maar het werkt helemaal niet zo, weet je. Die Robert Antokol, die heeft gewoon, weet ik wel, 90% van die aandelen. En die Playtika is ergens naar de beurs gegaan en volledig overgewaardeerd. Ik zou niet weten. Waarschijnlijk door een of andere scam. Ik ga het gewoon nu opzoeken. Wat fuck is Playtika, jongens? Playtika. Dan willen we het weten ook. Playtika stok, dat is natuurlijk altijd even heel belangrijk. Hoppa, kijk eens eventjes. Het gaat alleen maar omhoog, jongens. Dus er is iets. Over een jaar, klik eens op één jaar. Want het is één dag. Klik eens over een jaar. Gaat wel een beetje naar beneden. Maar goed, precies op december. Israël. Oh jee. Oh, dat is gevaarlijk. Defensiedollars. Wat doen ze dan? Playtika.com, klik er eens op, daar rechts. Daar gaan we. Wat is het? Is iets met... Kijk eens, dan willen we natuurlijk de games spelen. Oh, life needs play. Goede slogan. The games. Nou, dit is het. Best fans. Ik zal weer eventjes... Ja, ontzettend hoeveelheid scheids. Ja, best friends, stars, board kings, bingo, blitz, seas. Dat is dan... Ga nog eens even terug naar dat aandelen overzichtje. Of dat van die koers, dat koersoverzicht. Even kijken. Moet je even back, ja. Nog een keer, ja, daar. Als je daar klikt op 5 jaar, of max, doe maar max. Ja, dat is toch wel redelijk, van ze begonnen op die Malaya en zijn redelijk naar beneden gegaan. Nee, luister, kijk, ze zijn 2021 naar de beurs gegaan. Ah. Dus je ziet het al daar, hè, bestaat nog niet zo lang. Dus hij is in dat jaar naar de beurs gegaan. En dat betekent dat hij op papier in één keer heel erg veel geld heeft gekregen. Of heel rijk is geworden. Want hij heeft waarschijnlijk heel veel aandelen. Ja. Dus dat, dit zegt niet zoveel over zijn salaris. Maar hij heeft gewoon veel aandelen. Op het moment dat hij die aandelen verkoopt, dan dondert die koers direct weer in elkaar. Dus die man heeft helemaal geen 300 miljoen. Maar goed, op papier ziet het er leuk uit. Nee. Een hoop geld dus voor deze mensen. Dan moet ik zeggen dat Bobby daar wel echt heel erg moe en afgetopt uitziet bij deze foto. Het is ook tijd dat hij met pensioen gaat. Het is tijd dat Bobby lekker gaat genieten van zijn 154 miljoen. Ja. Volgende week dus een nieuwe piepshow uit een nieuwe studio met verwarming.